Oké, deel 2. Ik heb even een stapje overgeslagen. De wolken ietsjes meer uitgewerkt. En de achtergrond van de jungle. Je ziet de manier van vlekken opbouwen dat ik heel erg van achteren begin een beetje scherpte aan te brengen. En dan de volgende laag best wel weer ook scherp er tegenaan. Dan krijg je achterin zometeen wat meer diepte. En het licht donker zet ik even wat meer neer. Maar wel dan van achteren langzaam naar voren toe. En dat is een beetje wat ik nu aan het doen ben. Ik ga het even iets anders doen, de manier van filmen. Dus af en toe zet ik gewoon even stop, want anders duren de filmpjes veel te lang. En dan schilder ik eventjes door en dan laat ik even zien op deze manier wat voor stappen ik genomen heb. Dus je ziet me zo meteen even live schilderen. En dan na een minuutje of weet ik wat, hou ik even op. En dan upload ik dat even en dan zie je mij in die zin in stappen de boel opbouwen. Nou ja, gaat lekker. Het is nog steeds best wel groot denken, maar ook wel weer. Even kijken. Oh, het hele ding in beeld. Ja, ongeveer wel. Nou, wat fijne kastje. En wat ik bijvoorbeeld heb gedaan is hier rechts vanuit die jungle. Dat het ietsjes, dus nog niet te veel allemaal individuele takjes en zo gaan schilderen en dat soort zaken. Eerst een beetje globaal, de donkeren en de lichten enzovoort. Maar wat je dan wel hebt, als dit redelijk strak staat en dat hoort bij die jungle, dan kun je bijvoorbeeld die lichte kant van zo'n Maya-tempel, of ja, wat is het? Die kun je bijvoorbeeld ook gewoon alvast voor je geheugen. Daar loopt het hartstikke licht en misschien blijft het wel helemaal zo staan. Bam, zet die licht-donker contrasten neer en dat hoort dus weer bij deze kant. Het is een beetje hoe impressionistisch je het wil hebben. Of hoe realistisch. Zometeen komen die baksteentjes er nog een beetje bij. Zoals dat schuurtje van een paar dagen geleden. Maar dit is dus ja, wel even een soort precisiewerkje. Dat die rand wel scherp is. Tenminste, nogmaals. Als je die stijl wil die ik nu een beetje... Nou, en ook dit soort zaken, dat zijn ja, baksteenachtige structuren, die kun je er een beetje in krassen. Nee, ga dan verder naar beneden. En dit is wit met een beetje geel. Een beetje bruin meng ik er nou door bij die volgende, want het is een beetje andere tint baksteen aan het worden. Wel weer veel licht. Ik zal het even laten zien trouwens. Dat is dus rood en geel en een beetje die bruin erbij. Dan krijg je een beetje dit soort tinten. En als ik daar dan licht bij doe, misschien zelfs nog een beetje rood. Dan kom je bij, moet je oppassen dat het niet rozig wordt. Dus kun je het beter weer een beetje oranje maken. En dan bruin erbij. Of natuurlijk de blauw, want blauw, rood en geel is bruin. Maar goed, een beetje simpel houden. Een beetje bruin als het te rood is. Ja, zo blijf ik heen en weer schilderen. Maar goed, dan moet ik weer bij doen enzovoort. Ik zal het even aanbrengen. Dan zie je hier al iets meer roodig-achtigs. Ik wil het niet overdrijven. Ja, en hou er een beetje rekening mee met die dat het heel klein beetje zo loopt. En nogmaals, houd het licht donker goed in de gaten. Nou, hier komt zo meteen ook een heel mooi gedeelte. Weer de zijkant van het kwastje en gaan we een beetje drukken in die, dat die onderlaag elke keer inzichtbaar wordt. Nou, wat je wel gelijk kan doen is een ander kwastje pakken. En bijvoorbeeld zeggen, ik wil deze alvast aan de onderkant even wat donkerder definiëren. Want daar zit de schaduw van een overstekend randje. Pak je weer alleen de blauw en de bruin. En weer een beetje perspectiefisch denken. Kijken, het is ietsjes hoger. Dit moet een beetje naar de horizon lopen. En dit hoort dus weer bij. En dan zie je dat het al een overstekend randje wordt eigenlijk. Nou, eigenlijk is schilderen niet zo heel moeilijk, behalve de vorm. Het is met name vanuit licht-donker denken. En de lijnen die je zet, die horen dus bij ja, een licht of donker gedeelte van een...
schilderij. Dit loopt wel heel erg zo, maar goed, een stukje dynamiek. Maakt ook niet zo uit. Ik kan het nog even demonstreren aan de hand van zo'n raampje. Als je wil dat het raampje erin komt te liggen, moet je gewoon aan de rand van zo'n... En dit is wel redelijk snel, maar het is wel makkelijk te demonstreren. Dit is er het verste in, zeg maar, van zo'n raam. Bijvoorbeeld hier. Dit is het verste erin. En dat loopt dus langzamerhand naar het licht, naar deze kant. En dan krijg je dus al een soort gat in het gebeuren. Met name als je dit nog even ervoor langs schildert zometeen, of lekker strak doet, dan wordt het ook iets wat ervoor langs komt. Nou, hetzelfde geldt voor hier een of andere toestand. En dat hoort weer bij dit. En dit komt er weer strak voor langs. Want dat is weer de buitenkant van die toestand. En hetzelfde geldt eigenlijk voor ook zo. En dan moet je een beetje meedenken met dus de hoe schuin iets loopt. Maar goed, dit is allemaal een beetje vooruitlopen, want het mag later wel weer wat weghalen. Maar zo krijg je dus dat het er niet op ligt, maar dat het erin ligt. Zo. Maak hier dat geschuifel. Ja, hetzelfde geldt echt voor deze poortjes. Als je hier ook weer in het diepste gedeelte wil dat het donker is, ik zal het even laten zien. Opladen maar even eruit. Het gaat allemaal lekker, mensen. Als je wil dat die poortjes er echt in liggen, dat donkere, moet je aan deze kant het donkerste maken tegen die pilaren aan. En dat hoort bij dit gedeelte. Donker en dat hoort bij dit gedeelte, want hier komt het licht alweer tevoorschijn. Ja, ik had mijn iPad even moeten opladen. Maar het gaat zoals het gaat. Dan moet ik weer dit ding erin frommelen. Dit zal ik even laten zien. Hij zit wat lager. Even goed kijken naar hoe loopt het poortje. Het loopt een beetje schuin naar onderen toe. Zo, dat is het donkerste wat achterin het poortje zit. En er zit een beetje, helaas, wat verf aan de rand. Maar goed, nou hoort dit dus weer vanuit hier. Kijk, dit is niet mooi rond. Er moet veel meer even langzamerhand op lopen. Dus ja, die overhalen moet wel kloppen. Maar goed, je gaat zo meteen nog, toch nog die, die muur eromheen schilderen. Nou, krijg je de volgende. Ook weer even corrigeren en schilderen. Dus niet klakkeloos meegaan met die lijnen die je al hebt. Gewoon even corrigeren kijken van ja, is het handiger om toch hem ietsjes meer uit te... En alweer dit gedeelte hoort bij de muur. En het donkerste, dat is dus dit gebied. Dit, hier zo. En dat moet dan een beetje uitgesmeerd worden naar deze kant. Ja, en eigenlijk hoef je de boel er niet eens echt uit te werken aan die andere kant. Dat kan wel, maar dat kun je later wel doen. Dat het gewoon een beetje halve poortjes nog zijn. Dan krijg je hier de derde. Even goed weer de afstand een beetje inschatten. Ik wil iets meer ruimte overhouden van deze dingen. Dan mag nog iets meer deze kant op. Dus iets meer hier zo achterlangs verscholen. Want het wordt ook wat groter en komt het verder uit elkaar te staan naarmate het dichter naar je toe komt. Ook daar zit een soort perspectief en grote of kleine en weet ik wat. En dit ook weer. We hebben hier nog een randje. Wat hier zo voorlangs loopt. Kun je ook definiëren door vast het donkere te doen. Want dat is handiger dan het licht. Want die schuif, dat schilder je dus zo meteen wel op. Dus dit is het donkere van zo'n randje. Wat hier voorlangs loopt. En dat hoort dus weer bij dit. Ik zou het niet zo donker doen, maar dat is dus wel nog steeds mijn voornemen. Qua opbouw heb ik het al ietsjes lichter dan de andere, maar ja, jongen, komt er ook niet aan om ietsjes
qua licht, donker en kracht erin te bouwen. Ook hier krijg je toch, maar dat kan ik wel even ietsjes gelijk die kleur ook doen, want met de waterval heb ik met name in zwart-wit opgebouwd. Maar ik kan hier best wel alvast met groene werken, want hier komt soms allemaal begroeiing nog op. Ik ga vast een beetje die lichtdonkeren definiëren, waar de begroeiing zo meteen ook komt. Ik moet eigenlijk eerst zo meteen die randen allemaal nog uitwerken. Maar ietsjes van daar loopt dat, dan hoef ik dat niet allemaal uit te werken. Dan krijg je ook een soort nog restant van een raam. Even kijken. Ik ga niet veel doen, want ik moet nog heel veel met die muur doen. En dan een beetje heen en weer werken, dat mag best. Kijk, en hier komt nog een pilaar. Maar goed, hoe ver wil ik het helemaal realistisch doen? Nou, een beetje in groen tekenen, dat kan hier ook wel. Nou, zometeen zet ik hem even op stop en dan laat ik gewoon zien hoe ik het daarna verder heb uitgewerkt. Hier. Hier krijg je ook een randje. Dat is redelijk hoog. Nog een beetje lager. Kijk, vaak zijn soms schetsdingetjes, die, zoals een stukje hier, ja, dat daar nu even zit als een soort fout. Dat maakt niet uit, want hoe levendiger die muur is uiteindelijk, hoe mooier het wordt. Nou goed, waar je wel een beetje in rekening moet houden, is dit dus. Dat dit uiteindelijk bij elkaar komt als een soort perspectieflijn naar onderen toe. Nou, even kijken. Hier zit ook nog een stuk ruïne. Ik kan het wel even weer laten zien. Moet ik weer die eens even uithalen. Ja, aapjes zitten er ook allemaal in, maar die ga ik niet erin schilderen. En je ziet dat hier weinig contrast tussen zit. Nou, dat moet ik dus nog even uitvinden hoe ik dat dan ga doen. Waarschijnlijk eerst weer die achtergrond, net zoals ik het hier ook heb gedaan. En dan dat licht ervoor langs. En dan is het niet overal licht, want hier zie je weer dat dit donkerder is als dat. Dus ja, het is, en dit is dan weer lichter dan dat. Dus het schakelt ook soms heen en weer. Als het goed is, heb ik royalty-free music op. Maar ja, net schakelde die automatisch over naar iets anders. Dus ik hoop niet dat mijn stem er op een gegeven moment gewoon af wordt gehaald. Oh, dan moet ik het opnieuw inspreken. Nou, wat belangrijk is, net zoals met wat ik hier even aanwees, zijn die randjes. Dat gewoon goed, helder. Is en weer, zoals ik met dat schuurtje deed. Even, misschien zijn er ook mensen trouwens die zo langzamerhand wel eens weer model willen en zo. Nou, dat komt ook binnenkort weer eraan. Weet je. Nou, zometeen ga ik hier dus met licht overheen, want het dingetje is een beetje licht. Maar iets van een vaste soort structuur van hoe dat loopt, dat is niet heel raar. Dat zijn allemaal jungle toestanden die er tegenop lopen. En zometeen ga ik dwars eroverheen. Op sommige plekjes zie je die jungle er doorheen. Dat alvast doen en daarna werk ik dan de boel van eerst die tempel en die ruïne uit. En dan pas weer dit eroverheen. Dus dit is gewoon eventjes schetsmatig kijken van het licht en donker hoe dat zit. Dus met elkaar is het hieronder vind ik best wel donker. Dus weer een beetje samenvatten. Je ziet toch wel dat je iets van lichtdonker, ja, ontkom je niet aan. Als je echt zo meteen wil dat het een soort diepte heeft.
Nou, dan kun je wel weer een breder kastje pakken voor even daar onderin. Nog wat alvast jungle-achtige toestanden. Ja, dan kom ik zo meteen weer bij je voor de finishing touch. Dan hoop ik wel de nodige dingen gedaan te hebben. Dat het niet een eindeloze weer sessie wordt. Ook hier bijvoorbeeld die schaduwplekken op zo'n weg. Die kun je er alvast in doen. Want zometeen glaceer je dat licht er wel weer een beetje in. Hier komt zometeen dat zonlicht. En die schaduw dat moet eigenlijk een beetje in. Het te belopen pad zitten. Ook hier. Zit het nog zichtbaar, mensen? Ja. Krijg je ook een soort muur. Goed, dat ga ik zo meteen ook wat langs. Dan krijg je bladeren die je zo... Ja, het is eigenlijk weer hetzelfde als met het schuurtje. Nou, en zo'n randje, zoals je hier hebt. Daar zitten grasjes, maar die komen pas later. Dan ga je die echt definiëren, maar wel op donker. Of op, in ieder geval donkerder. Dus nogmaals zo donker als dat ik het doe, hoeft niet. Lekker landing. Bijna puur bruin. Nee, hè? Nou. En nou, hier ook een beetje. Toch wat definiëren. Ik krijg nog ramen die er doorheen schemeren. Weer zorgen dat het... Het is helemaal een stuk dat dit weer overeenkomt. Want het loopt toch een beetje. Maak een beetje blauw-grijs nu. Dan kunt het heel erg bruinig. Ietsjes meer. Een beetje kijken waar ik ben. Doe je ogen aan en kijken weer. Dit is allemaal verhouding wat donkerder. Dit is blauw zo meteen, de lucht. Alleen dat kun je er later gewoon wel doorheen laten schemeren. En ik zie dat ik dat dan nog een beetje moet aanpassen weer met de lucht. Nou, en hier krijg je dus allemaal bomen. Dus dit is in verhouding ook wat donkerder. Of wat donkerder, gewoon ongelooflijk donker. En ook hier weer het randje, als je het echt realistisch wil hebben, dat is het belangrijkste. Dat dat wel goed gedefinieerd is. Nou, hier krijg je nog van die lianen. Ook een soort boom
ja, takken of bladeren die hangen. Dus je probeert een beetje te definiëren hoe dat loopt. Nou, dat mag nog wel een beetje ietsjes meer eroverheen. Dan krijg je nog wat meer ingesloten gebeuren. En hier krijg je allemaal nog lianen ervoor langs. Maar goed, dat is niet handig om dat nu allemaal te doen. Zet het er ietsjes voor langs, een beetje als schets. Nou, en tenslotte heb je aan deze kant ook nog de jungle. En ook hier. Nou, heel globaal is dit deel 2. Dan ga ik langzamerhand naar de afronding bij deel 3. Maar ja, dat zal eventjes dus schilderen zijn. Dit is het gebeuren. Zie ik helemaal die tussenvorm. Dit gedeelte wat zometeen dan heel licht moet worden. Daar ook in aanwezig. Oké dan, deel 2.